We gaan het vervolgen, hoofdstuk over kracht en beweging voor natuurkunde, WMBO-T naar HAVO schakelklas. De paragraaf 2 krachten samenstellen en ontbinden. Goed, als er meerdere krachten op één voorwerp werkt, dan wil je natuurlijk graag weten wat het resultaat van die meerdere krachten dan is. En dat resultaat, als je dat, dan gaan we zo meteen zien hoe je dat bepaalt, dat noem je dan de resulterende kracht, ook wel resultante kracht genoemd. Nou, we gaan eens kijken naar een paar eenvoudige situaties en daarna wat gecompliceerder. En dat noem je allemaal samenstellen van krachten. Nou, stel je dat je twee krachten hebt en die werken langs dezelfde werklijn. Dat betekent dus dat ze in dezelfde richting werken en ook precies elkaar verlengden. Dan kun je ze optellen als ze in dezelfde richting werken en van elkaar afhalen, aftrekken als ze in tegenstelde richting werken. In het eerste geval is de hoek 0 tussen die twee, in het tweede geval is die 180. Hier hebben we bijvoorbeeld een situatie waarin de twee krachten precies in dezelfde richting werken, namelijk horizontaal naar rechts, en ze liggen ook precies in elkaars verlengde. Dat noem je natuurlijk, ze liggen op dezelfde werklijn. En die linkse figuur die duwt met 100 newton en die rechtse figuur die trekt met 100 newton, precies in dezelfde richting en langs dezelfde werklijn. Dan mag je die twee bij elkaar optellen en zou je dus niet verbazen dat de resulterende kracht of de resultaatkracht van deze twee, dat die 225 newton naar rechts zal zijn, langs deze werklijn ook natuurlijk. Nou, hier een andere situatie, touwtrekken. Dus ook langs dezelfde werklijn natuurlijk, namelijk langs het touw. Alleen in precies tegenovergestelde richting, dus de hoek tussen deze twee krachten is 180 graden. Die twee werken elkaar dus tegen. De linkse smurf trekt met 100 newton, de rechtse trekt met 180 newton. Precies tegen elkaar in, langs dezelfde werklijn, mag je ze van elkaar afhalen. Dat betekent dus dat er een resultante of resulterende kracht over in het touw zal overblijven van 80 newton, horizontaal naar rechts. Dat is allemaal vrij eenvoudig, lijkt me. Ingewikkelder wordt het als je die krachten niet in dezelfde richting hebt, maar onder een hoek. Maar wel vanuit hetzelfde aangrijpingspunt, dan kun je de zogenaamde parallelogrammethode gebruiken. En hoe doe je dat nou? Je tekent de twee krachten, meestal zijn die al getekend, die teken je in. En dat zijn dan de eerste twee zijden van het parallelogram. En vervolgens maak je de andere twee zijden erbij. En dan krijg je dus een vierhoek, zeg maar, een parallelogram. En de diagonaal is dan de resulterende kracht. Nou, eventueel bij meer, drie krachten of meer kun je dat halen. Nou, misschien anders om even een voorbeeld te laten zien. Kijk, hier bijvoorbeeld een, kijk even naar het linker plaatje. Hier zie je kracht 1 en kracht 2. Kijk alleen maar even naar de richting. En we hebben nog geen schaal, maar dat voegen we later toe. Nou, hoe bepaal je nou de resulterende kracht? Nou, je ziet hier al, die ene kracht gaat de ene kant op, die andere kracht gaat een andere richting op. Wat je dan doet is, je pakt de ene kracht op en die leg je aan de overkant bij die andere door zijn punt 1. Je ziet, vandaar dat het is parallel. Hè. En doe je met die andere kracht ook. F2, die pak je op en die leg je aan de, eigenlijk aan de staart van kracht F1. En die stippel je dan. En die heeft natuurlijk dezelfde richting als F2. Dus vandaar dat dit een parallelogram is. Want deze en die is in parallel. En deze en die ook. Nou, en dan trek je de diagonaal vanaf het beginpunt naar het nieuwe punt wat je gemaakt hebt. En dat is dan de resulterende kracht. En die is hier in rood gegeven. Nou, als je de krachtenschaal weet, dan kun je natuurlijk ook bepalen wat dan de resulterende kracht, hoe groot dat die dan is. Hier is dat bijvoorbeeld gedaan. Je hebt opgemeten dat deze kracht van 20 newton op mijn scherm precies 4 centimeter is. En die kracht van 40 newton die is precies 8 centimeter. Dus dan kan ik de kracht bepalen, de krachtenschaal bepalen. En je kan het aan de getallen al zien. 4 centimeter is 20 newton, dus 1 centimeter 5 newton. Klopt ook met die andere 8 maal 5 is 40 newton. Nou, dan kan ik dus de lengte van die diagonaal opmeten. Dat is dus de resultante of resulterende kracht. Die blijkt op mijn scherm 10,6 centimeter te zijn. En dan vermenigvuldig ik dan met die krachtenschaal van 5. En dat is dus 53 newton. Je ziet dat je ze dus niet simpelweg van elkaar op kan tellen. Het is 40 plus 20 is 60. Nou, je ziet, het is geen 60. Je moet ook niet van elkaar afhalen. Het is geen 40 min 20 is 20, zoals je ziet. Je moet het echt op deze manier doen. Nou, de parallelogrammethode kan je dus ook herhalen voor drie krachten, maar het gebruik wordt dan ook vaak de kopstaartmethode gebruikt. En het is in feite dat je alle krachten oppakt en achter elkaar legt. Hier kun je dat bijvoorbeeld zien aan een voorbeeld. Hier heb je drie krachten FA, FB en FC. Die beginnen natuurlijk bij allemaal in dezelfde aangrijpingspunt. Dat is wel een voorwaarde natuurlijk. En wat, je ziet wat hier gebeurt. Hoe bepaal je nou de resulterende kracht? Nou, wat ze gaan doen is van, oké, hier heb je kracht FA. Dan pak ik die kracht FC, die groene, op en die leg ik aan de staart, aan de punt, sorry, van de kracht FA. Hier is dat gedaan. Dat is wat dunner getekend, zoals je ziet. En daarna pak ik FB op. En die leg ik dan weer aan de staart van kracht FC. Hier is dat gedaan. En dan kom ik hieruit. En dan vanuit het beginpunt naar dat punt waar ik uitgekomen ben, is dan de resulterende kracht. Dat is de zwarte.
Nou, de schaal is bekend, kan ik die zwarte opmeten en dan kan ik uitrekenen wat de resulterende kracht is. Hier hebben ze eerst FA gedaan, dan FB, FC en dan FB. Had het ook FA kunnen zijn en dan FB en dan FC? Ja, dat kan ook. Je kan ook eerst FB doen en dan FA en dan FC. Volgorde maakt niet uit, je komt altijd op hetzelfde punt uit als je het maar goed tekent. Je moet natuurlijk wel zorgen dat die richtingen en lengtes goed kloppen. Ja? Dus deze FC moet precies dezelfde richting hebben als deze en ook dezelfde lengte natuurlijk. En dat geldt voor deze FB die je oppakt en hier weer neerlegt natuurlijk ook. Dus je moet precies dezelfde richting hebben en precies dezelfde lengte, anders komt het niet goed uit. Dit noem je ook op staatmeter. Nou, berekenen van de resulterende kracht kan soms ook. Namelijk als we onder elkaar een hoek van 90 graden maken, dan kun je de zogenaamde stelling van Pythagoras toepassen. Die keer was dan wel uit de veendeel of uit de onderbouw. En dat is deze, de resulterende kracht is dan de wortel uit. De som van kracht nummer 1 in het kwadraat en kracht nummer 2 in het kwadraat. En verder kun je ook sinus, cosinus en tangens gebruiken voor de richting. Nou, even een voorbeeldje. Hier heb je weer die kracht van 40 newton en van 20 newton. Deze keer staan ze loodrecht op elkaar. Kan natuurlijk gewoon met de parallelogrammethode de resulterende kracht bepalen. Dat is hier gedaan. Eventueel kan ik met de schaal kan ik dan de resulterende kracht bepalen. Maar deze keer kan ik hem ook exact uitrekenen, omdat deze hoek 90 graden is. Dus is het 40 in het kwadraat plus 20 in het kwadraat. Nou, dat is 1600 en 400 samen 2000. En dat is dan de resultante kracht in het kwadraat. Wortel eruit is 45 newton. Je mag het trouwens ook in één keer doen, zoals hier in de formule staat, hè. Gewoon hier 40 in het kwadraat invullen en 20 in het kwadraat invullen en je rekenmachine stoppen, komt hetzelfde uit natuurlijk. Je mag het ook zo doen in twee stappen, maakt niks uit. Eventueel kun je ook nog de hoek bepalen tussen bijvoorbeeld de resulterende kracht en die kracht van 40 newton die horizontaal loopt. Je weet dat deze 40 newton is, je weet dat deze 20 newton is. Kun je eens even kijken, dit is hoek alfa, dan wil ik die hoek uitrekenen. Dat is de aanliggende en de overstaande. Dat is tussen tangens, heb je bij wiskunde geleerd. De tangens is dus de overstaande, die is 20 gedeeld door de aanleg en die is 40, dat is een half. En dan met mijn rekenmachine kan ik dan bepalen met shift een half of arc een half of inverse een half, ligt aan wat voor rekenmachine je hebt, dat die hoek dan 27 graden is. Zou je het wel ook voor die andere kunnen doen, maar makkelijker is natuurlijk gewoon te kijken van oké, deze twee hoeken zijn samen 90, deze blijkt 27 te zijn, ja dan is die natuurlijk 90 min 27 en die is 63. In de meeste boeken staat deze methode niet, maar je moet hem wel kunnen. Gek is dat in het examenprogramma staat dat je met sinus, cosinus en tangens moet werken, maar de meeste boeken doen dit toch niet, maar het is toch wel handig om te kunnen. En je hebt het allemaal in de onderbouw gehad, dus waarom zou je het niet gebruiken? Nou, tot nu toe hebben we al in mijn krachten bij elkaar samengenomen, dat noem je samenstellen van krachten. Nu gaan we het tegenovergestelde doen en dat noem je ontbinden van krachten. Dat is net zo, dat kun je met dezelfde manier doen als de parallelogrammethode die we net hebben gezien, maar dan achteruit. Dus je begint dan met de resulterende kracht en dan moet je de twee componenten vinden. Dus als je een voorbeeld zou nemen, dan zou je dus beginnen met deze kracht van 53 newton, die zou je dan krijgen. En van deze zou je dan alleen maar de richtingen krijgen, maar niet de groottes. En met de parallelogrammethode achteruit, omgekeerd, kun je dan vinden dat deze 20 en 40 newton zijn. Nou, hoe doe je dat dan? Dus ik heb dat hier zo in drie stappen en op de volgende sheets nog een paar laten zien. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld, kun je voorstellen dat hier een lamp hangt met een kracht van 500 newton omlaag en die hangt aan een draad aan de linkerkant en een draad aan de rechterkant. En je ziet, de situatie is niet symmetrisch, dus je kan sowieso niet die kracht verdelen. Want het zal sowieso zijn dat het niet 250 newton is in allebei de draden. Ja? Het is niet symmetrisch, het zal alleen zijn als die draden allebei recht omhoog gingen. Nou, hoe doe je dat nou? Oké, je gaat dus, hier zijn trouwens de hoeken erbij gegeven, dus eventueel zou je het kunnen gaan uitrekenen, maar we gaan het eerst even grafisch doen met de omgekeerde parallelogrammethode. Nou, het eerste wat je doet is ziet we, oké, deze lengte van die touw die wordt verlengd, die wordt hier gestippeld, je ziet dat gebeuren, en de lengte van het andere touw, dat wordt ook gestippeld, hier zie je dat gebeuren. Oké, ga ik naar de volgende dia, diezelfde tekening, de laatste, je ziet weer, zie je wel, hier is de lengte van de touw verlengd. En hier is ook de lengte van de touw verlengd. Nou, wat ga je dan doen? Dat is nog geen parallelogram, dat is maar een half parallelogram. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je deze stippellijn die ga je oppakken en die ga je hier door de punt van die resulterende kracht leggen. En hier is dat gedaan, zie je wel? Dan krijg ik hier een snijpunt. Doe het met die andere kracht ook. Deze, die pak ik op en die leg ik door die punt heen. Zo. Je ziet, hier is dat gedaan. Krijg je hier aan de rechterkant een snijpunt. Nu heb ik een parallelogram van B naar hier, naar daar en naar het nieuw punt en terug. Nou, en hier kan ik dan dus die twee krachten intekenen. FA en FC zijn die genoemd. Nou,
En nou is het een kwestie van de kan ik even met de krachtenschaal. Ik weet dat deze 500 newton is, ik kan de lengte daarvan opmeten. Kijk op de krachtenschaal, kan ik de lengte van FA opmeten. Kan ik de kracht A uitrekenen, kan ik FC opmeten. Kan ik de kracht ook uitrekenen. Zo werkt dat dus. Nou, hier misschien nog een voorbeeldje. Hier in dit geval is de rode pijl de resulterende kracht. En de twee componenten waaruit die bestaat, die moet ik gaan samenstellen. Maar ik weet al wel de richtingen. Nou, je ziet hier wordt omgekeerde parallelogrammethode weer gedaan. Ik pak deze op en ik leg hem door de punten. Dat is hier gedaan. En dat doe ik met die andere ook. Leg ik door de punten, dat is hier gedaan. Heb ik hier het parallelogram, zoals je ziet. Oké, hier zijn de componenten dus in groen ingetekend. Oké. Nou, in principe zijn we daar nu klaar. Gegeven is dat de rode pijl 100 newton is en in mijn scherm is dat 2,5 centimeter, kan ik de krachtenschaal bepalen. 2,5 centimeter is 100 newton, 1 centimeter is dan 40 newton, en anders heel 2,5. Nou, dan kan ik die groene pijl kan ik opmeten, die rechtse die is 1,7 centimeter lang en die links is precies 1,0 lang en de krachtenschaal is 40. Kijk, dus 1,0 maal 40 en 1,7 maal 40. Respectievelijk 40 newton aan de linkerkant en 68 newton aan de rechterkant. Zo werkt de omgekeerde parallelogrammethode. En dat is een examenklassiek. Nou, gaan we even kijken naar kracht op een helling. Stel dat je een kracht op een helling hebt en daar werkt de zwaartekracht op. Dan kun je die zwaartekracht ombinden in twee componenten. Eentje langs de helling, die geef je zo aan. FZ met twee van die parallele streepjes. En één zwaartekracht met loodrecht op de helling. Die geef je aan met het loodrecht teken. En de zwaartekracht van de helling kan gelijk zijn aan de wrijvingskracht als alles stil ligt. En de zwaartekrachtcomponent loodrecht op de helling die is sowieso gelijk aan de normaalkracht. Tenzij dat voorwerp opstijgt of door de helling heen zakt. Nou, in dit geval kun je trouwens zien, hier heb je de zwaartekracht naar beneden. Hier heb je trouwens de helling, hier heb je de hoek alfa. Het is ook wel handig om te weten dat als je zo'n tekening gaat maken. Dit is de zwaartekracht naar beneden, dit is de component langs de helling, loodrecht op de helling, dat deze hoek ook alfa is en die hoek ook alfa. Met behulp van wiskunde kun je dat bewijzen, dat ga ik nu even lekker niet doen, want het is natuurkunde. Nou, stel dat als ik deze weet, kan ik dus, en ik weet alfa ook, dan kan ik dus met behulp sowieso met de parallelogrammethode omgekeerd, kan ik deze twee krachten evenwijdig en loodrecht op de helling kan ik bepalen. Dan weet ik ook de normaalkracht normaal, als het tenminste gewoon niet gaat zweven of door het helling heen zakt. En ik kan kijken of de zwaartekrachtcomponent evenwijdig langs de helling groter is dan de maximale wrijvingskracht. Nou, zo te zien is dat zo. Dus waarschijnlijk zal deze box zal waarschijnlijk naar beneden gaan glijden. Nou, misschien even een voorwerp. Voorbeeld, sorry. Stel bijvoorbeeld dat de zwaartekracht 800 newton is en dat die hoek 30,0 graden is, dan kun je de componenten ook weer uitrekenen met de sinus en de cosinus. En nogmaals, het staat niet in het meeste boeken, maar het is zo handig en je kent het allemaal. En je moet ook met sinus en cosinus werken volgens de examenregels, dus waarom zou je het niet gebruiken? Maar je kan het ook gewoon met krachtenschalen doen. Parallelogrammethode omkeren, krachtenschaal bepalen met behulp van de kracht die je weet en de lengte die je weet. Dan de lengtes van die andere twee componenten opmeten. En dan omrekenen. Nou, maar je kan in dit geval dus ook gewoon de sinus en de cosinus gebruiken. Namelijk de zwaartekrachtcomponent loodrecht hierop, dat is de cosinus. Ja, dit is de lange zijde en dit is de aanliggende zijde, dus dat is de cosinus. Dus cosinus is 800 newton maal de cosinus van 30 graden, 693 newton. En die andere, daar staat de sinus natuurlijk, dat kun je op je klompen wel aanvoelen. Het is trouwens ook de lange zijde of de schuine zijde en de overstaande rechthoekzijde. Sinus dus. 800 maal sinus van 30 graden is 400 newton. Nou, als je nu kijkt naar deze situatie, dan klopt als deze 800 newton is, dan wil ik best wel geloven dat deze 400 newton is en deze bijna 700. Dat klopt gewoon. En als je het eventueel grafisch wil doen, dan zul je ongetwijfeld op dezelfde getallen uitkomen, maar nooit zo nauwkeurig als dit natuurlijk. Vandaar dat dit zo mooi is. Te mooi om niet te gebruiken, wil ik zeggen. Goed, in het volgende filmpje gaan we verder met kracht en bewegen.